Er zijn in ons land nog maar twee soorten weilanden. Namelijk weilanden waar windmolens op staan en weilanden met spandoeken tegen de komst van windmolens. Het is het een of het ander. Weilanden met windmolens erop zijn tegenwoordig zo normaal dat mijn dochter van 2 denkt dat boeren windmolens verbouwen zoals appelbomen. Ze heeft laatst een metalen vork bij ons in de tuin begraven en die water gegeven in de hoop dat er een windmolen uitgroeit. Blijkbaar zijn windmolens de enige groene innovatie die wij Nederlanders kunnen bedenken. Was Elon Musk een Nederlander geweest, dan had de eerste elektrische auto een gigantische windmolen op het dak gehad. Aliens hebben al meerdere pogingen gedaan om in ons land te landen, maar hebben geen enkel veld zonder windmolens kunnen vinden waar ze veilig met hun ruimteschepen konden neerdalen. En het schijnt dat suïcidale vogels graag een rondje Flevoland vliegen. Op dit moment heeft ons land per vierkante meter zoveel windmolens dat Nederland bij een goede harde wind als die opa in de film Up opstijgt. Iedere ochtend word ik wakker met de gedachte dat ik zo mijn raam uitkijk en samen met de rest van jullie al zwevend boven Europa hang. En het kon dan ook niet lang duren voordat ook bij mij in het dorp windmolens zouden komen. Nou, begin dit jaar was het feest. De windmolens die eerst bij Amsterdam-Eiburg geplaatst zouden worden, kwamen naar Amsterdam-Noord. Bij nader onderzoek van het gemeentebestuur kwam er namelijk achter dat er meer GroenLinks-stemmers op Eiburg wonen dan in Amsterdam-Noord. Dus dat werd keurig rechtgezet en voilà, om een paar honderd meter van ons huis zouden er windmolens komen. Uiteraard was er ruimte voor inspraak en wel op een dinsdag van 3 minuten over 4 tot 6 minuten over 4, waarbij de gemeenteraad aandachtig geluisterd heeft naar onze bezwaren en zij vervolgens om 7 minuten over 4 hebben besloten om de windmolens toch te bouwen. 17 windmolens komen er langs de ring A10. Waarbij is uitgerekend dat 1 windmolen op zee evenveel stroom opwekt, omdat het op zee meer waait en hij 's nachts niet uithoeft dan alle 17 windmolens langs de A10. Maar goed, de GroenLinks wethouder van Amsterdam vond het een overwinning, omdat zij in tegenstelling tot veel andere gemeentes toch windmolens ging bouwen. Don Quixote is niet meer de gek die tegen windmolens vecht, maar juist de maloot die de windmolens bouwt. Deze week presenteerde klimaatorganisatie Urgenda een rapport waarbij zij mede door de maatschappelijke weerstand aanbevelen om nieuwe windmolens op land alleen nog te bouwen op zogenoemde, en nu quote ik Urgenda, lelijke plekken. Dus alleen nog op lelijke plekken. Ik dacht dat er niet nog meer windmolens bij konden in Flevoland, maar Urgenda denkt dus van wel. Kijk, ik zal niet ontkennen dat ik best een paar plekken kan bedenken waar ik het prima zou vinden om windmolens te plaatsen. Voor het slaapkamerraam van Siewert van Linden bijvoorbeeld, of naast de Hongaarse ambassade. Maar misschien is het ook zinvol om wat meer diversiteit aan te brengen in onze groene energiestrategie en ook wat meer nadruk te leggen op andere vormen van energie. Er is geen enkele beurshandelaar die slechts in 1 aandeel investeert. De weerstand richting windmolens moet geen weerstand worden richting groene energie in het algemeen. En dat punt komt met dit soort beleid steeds dichterbij. En dat is het laatste wat we willen. Dat we met z'n allen veranderen in die chagrijnige opa aan het begin van de film Up. Fijn weekend. Zomerspijkers. Dolf Jansen. NPO Radio 2.